Het moet veranderen. Oké, nou, ja. Jullie moeten je best doen dan. Ja. Reshma Roopram, PvdA werd Roepram. Ik moet het wel goed uitspreken. Ja. PvdA werd houden in Barendrecht. Ja. U wordt volgende maand mogelijk de voorzitter van de PvdA. U bent tegen deze intensieve samenwerking. Wat zijn uw grootste bezwaren? Nou, kijk, ik ben niet tegen intensieve samenwerking. Oh. Wij hebben inderdaad, ik ben het eens met Bram, we hebben aan het begin, voor de verkiezingen, afgesproken, we gaan samen optrekken en we gaan nooit zonder een andere linkse partij een kabinet vormen. Mm-hmm. Alleen wat nu aan de hand is, is dat we niet met twee linkse partijen een kabinet willen vormen. Ook niet met één, nee, een geviseerde fractie. En wat is het verschil dan? Nou ja, kijk, kiezers hebben uiteindelijk voor een programma van de Partij van de Arbeid gekozen. En dat geldt ook voor de kiezers van GroenLinks. Dus los van de leden hebben kiezers op Lilianne en alle andere kandidaten gestemd. Op het moment dat je gaat fuseren vanwege de formatie, weten wij als leden, en dan praat ik als lid, niet wat is dan de inhoudelijke inzet. En ja, we kunnen zeggen, er zijn niet zoveel verschillen of accentverschillen. Mm-hmm. Maar ik weet wel, die Partij van de Arbeid, wij vinden klimaat ook ongelooflijk belangrijk. Maar bestaanszekerheid, juist in combinatie met die klimaatopgave, staat bij ons echt op nummer één. Ik vind dat echt een groot verschil. Maar het gaat, maar uw bezwaar is dus dat er... Ik volg het eigenlijk nog niet precies. Dus uw bezwaar is, het is beloofd voor de verkiezingen, maar dit gaat te ver eigenlijk, zegt u. Het gaat te ver. Het gaat te ver. Los daarvan, op het moment dat je... Het is ook die momentopname. Je ziet dat de formatie vastloopt. Als ze hiervoor gekozen hadden aan het begin van zo'n formatieproces, let wel, we zijn meer dan 5 maanden bezig, ja, dan is het een ander verhaal. En nu hebben kiezers en leden het gevoel, we proberen Mark Rutte in het zadel te houden, we willen hoe dan ook een formatie er doorheen jassen. En dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.